Let's go! Het Dordrecht. En ze zeggen hoe dichter bij het dorp, hoe rotter het wordt. Maar ja, vandaag wordt het gedrot. Het wordt wel bewonnen, precies. Wat zegt Piet Paulus nou? Hans blijft lachen. Nee, dat is Bassie. Oh ja. En we gaan vandaag zijn we op King's Day Tour, zo noem ik dat maar. Ik weet niet hoe we gaan redden, maar we zien wel. Het is Dordrecht, Breda, Amsterdam, Alkmaar, Rotterdam. Gelukkig is Nederland niet zo groot. Maar ja, we moeten naar de volgende. Breda. Ik ben een grote fan met Brabant. Hardwell, Chesto, Brabanders. Ik ben echt Amsterdammer. Half uur set is helemaal pomp, hè? Half uur? Ja, pomp of recycling. Give it up for Sonny James en Ryan Marciano! Het was het gekhuis net, hè? 20 minuten zet, hé. Dat is echt niet normaal. Ja, maar jullie hebben niet meer nodig. Nee, maar echt. Ah, jongens, ik vind het heel vet dat jullie er ook even bij waren. Ik ga jullie laten gaan, want waar gaan jullie nu naartoe? Nee. Kom op. Echt, we houden niet van hokjes. En dat is het hele ding met ons. Wij draaien wat wij leuk vinden. En of het nou hard is, of het nou tribal is, of het nou dieper is. Als wij het leuk vinden en we kunnen het overbrengen op het publiek, dan draaien we dat. Dus ja, het is heel moeilijk om ons een bepaalde stempel te geven. Ja, we zijn altijd best wel eigenwijs geweest met ons. Ja. Als iedereen dit deed, dachten wij, nee, dan gaan wij dat doen. Dat hebben we altijd al gehad. Ja. We krijgen vaak te horen dat we een sexy sound hebben. Dat altijd wel moet bewegen en drijven moet zitten. Welk hok zitten we dan? Welk hok? De groove hok. Kippenhok. In principe doen we allebei ons ding en bijvoorbeeld we zijn op tour en dan zijn we een week bezig met onze laptop en dan gaan we de studio in en laat hij horen wat hij heeft, laat horen en dan gaan we samen dingen bij elkaar brengen. Het is maar net wie het meest, wie op dat moment inspiratie heeft. Ja, dus zo is het echt. Dat is wel handiger van met z'n tweeën zijn. Zoals nu heb ik een beetje inspiratie om iets te doen en dan probeer ik iets te doen in de auto. We gaan nu naar Amsterdam. Amsterdam. Leuk, Kingsland, gek huis daar. Back to the sound of the underground. To the sound of the Dance to the sound of the underground. Er komen zoveel mensen over de hele wereld, verschillende culturen. En wat je dan wel realiseert is van, al spreek je een andere taal, als ik iemand er anders uit, is het allemaal hetzelfde. En dat realiseer je wel als je op reis bent. En, ik vind het wel een voordeel, want het maakt je heel toegankelijk, open-minded naar iedereen toe, weet je, als mens ook. Ik ben nooit echt een mens geweest die introvert is, maar als je naar Ryan kijkt bijvoorbeeld, hij is er geslapen, maar hij was vroeger wel wat meer in zichzelf. En je merkt door als je veel reist en mensen ontmoet, dat we
mezelf open word en ook anders in het leven had staan. Dat is, ik wil het niet al te zwaar maken, maar dat is wel een leuk onderdeel van het DJ zijn. Dat je heel veel verschillende culturen ziet. We zijn met een helikopter. Ja. Heel wolf. Ja, dat gaat even wat sneller. In de auto. Kan hem op afstand kan ik hem aanzetten, dat ik met mijn telefoon. Ik zou niet weten hoe ik het zou moeten doen 10 jaar geleden, 15 jaar geleden. Als je dan weg bent, geen Skype, geen FaceTime. En je zou moeten bellen, dat zou wel, dat zou het wel moeilijker maken. Ik zou liever vol om veel te reizen dan met iets te missen van mijn gezin. Ja. En nu is het natuurlijk leuk. Het is Koningsdag. Komen we een keertje terug. We mogen afsluiten. Twee uur lang. De hele dag over een half uurtje gedraaid. We mogen eigenlijk even een echte set neerzetten. Ja. Moet je weer een beetje aan het hoor eigenlijk. Ja. Ja. Beetje karaoke tussendoor. Even pauze. Ja. Plas pauze tussendoor. Hè.